Alright, Jacob Heijert hier, internetsuccesgids.nl en welkom in deze nieuwe video. In deze video wil ik het met je hebben over de stand van zaken op het gebied van crypto, op het gebied van Bitcoin. Want wat we zien, en dat is eigenlijk precies wat ik had verwacht, is dat BTC niet door de vorige grens, als het ware, vorige support, wat dan nu resistance is, kunnen doorbreken. Hij is er gisteren, zoals je ziet, is hij er wel heel eventjes doorheen gegaan, maar ja, hij is er ook weer terug doorheen gezakt. En ja, je ziet dus dat hij nu eigenlijk hier zo tegenaan aan het hikken is. Het is heel erg spannend wat er eigenlijk de komende tijd gaat gebeuren. Of de komende dagen als het ware gaat gebeuren. Gaat hij er alsnog doorheen en blijft hij het weer zien als nieuwe support? Of kan hij er niet doorheen breken en gaan we verder naar beneden? Dat is eigenlijk waar ik met name naar kijk. Als we ook kijken naar de Rainbow Chart, is wat ik eigenlijk in elke video wel erbij pak. Dan zien we, dan moet ik hier zo eventjes wat beter inzoomen. Ik weet niet of dit gaat in dit... dan hoop ik dat je het zo kan zien. Dat we dus wel door de Rainbow Chart zijn heen gezakt. Eigenlijk sinds eergisteren al. Maar dat die weer wel wat omhoog is gegaan. BTC is natuurlijk wat omhoog gegaan. Van 15k naar 17k. Dus ik ben heel benieuwd wat er hier dus gaat gebeuren. Gaan we, zoals ik hier zo zei, verder zakken? Of gaan we weer terug op koers naar de Rainbow Chart? Echt heel erg benieuwd wat er hier zo gaat gebeuren. Wat ik ook in de vorige video's aangaf, gaan we niet naar de Rainbow Chart, gaan we blijven dalen of blijven op ditzelfde niveau, dan is de Rainbow Chart eigenlijk niet meer valid. Dus dat betekent dat er eigenlijk iets aan de berekening, als het ware, van de prijs van de Bitcoin, van crypto in het algemeen, dat het eigenlijk niet meer zou kloppen op het gebied van de halvings. En als we kijken naar de vorige prijzen, en je zou eventueel op Google kunnen zoeken naar wat de Rainbow Chart precies inhoudt, om te kijken hoe die dan is berekend. Ik ben heel erg benieuwd wat er gaat gebeuren. Als we de Ethereum Rainbow Chart erbij gaan pakken, dan zien we dat die op dit moment nog wel gewoon in zit. Maar dan zien we ook dat die in het verleden, dat die bij de COVID crash, dat die er doorheen is gezakt een aantal dagen. Dat hij er ongeveer een maand voor heeft gedaan voordat hij er weer in ging. En dan zagen we ook dat toen hij er weer in ging, dat is eigenlijk ook die bevestiging omhoog eigenlijk kwam. Dus ik ben eigenlijk heel benieuwd wat er hier zo mee gaat gebeuren. Dit is iets, iets wat vrij spannend is, als het ware. Gaan we er doorheen naar de bovenkant? Of houdt die toch deze resistance? Is die, als het ware, is die te sterk? En zakken we er doorheen? Dat is eigenlijk een vrij belangrijk level. En dan gaan we eigenlijk, als die hier zo niet doorheen gaat, naar bovenkant toe. Nou, dan gaan we naar het volgende level van pakweg 12k. Dan zou betekenen dat eigenlijk heel Rainbow Chart, naar mijn idee, nog wel heel erg lastig te behalen is. Maar dat gaan we dus zien wat er gaat gebeuren. Ook wel leuk wat ik in deze video mee wil geven is, er zijn best wel wat mensen die traden. Er zijn best wel wat mensen die bijvoorbeeld in Bitcoin of een andere crypto willen stappen. Nou, voor mijn idee, of voor jullie idee, ik zit al sinds ongeveer 2016, 2017 in crypto. En ik heb eigenlijk dagelijks dat ik gratis commissies verdien. Dus gratis Bitcoin eigenlijk elke dag verdien. Nou, je ziet nu, het is nu 11 november. Je ziet hier rechtsboven, het is ook 11 november. En ik heb vandaag pakweg €90 aan gratis commissies, als het ware, verdiend. Nou, dit verdien ik dus doordat ik affiliate marketing hier zo bij toepas. En dit geld, deze €91, die steek ik ook weer direct diezelfde dag in Bitcoin of Ethereum of heel soms in een andere munt. Zo verdien ik dus eigenlijk elke dag gratis crypto en hoef ik daar zo zelf niet eigen geld in te steken. Dus op die manier is het eigenlijk voor mij heel erg risicovrij wat er als het ware nog met crypto gebeurt. En je ziet hier zo staan €90. €91,58 om precies te zijn. Maar dit bedrag krijg ik dus gewoon op mijn rekening, als het ware, op mijn exchange. En vervolgens koop ik hier zo ook weer Bitcoin of Ethereum of allebei.
of een andere crypto van. Op die manier, wat er dan ook gebeurt bij de prijs, tuurlijk zie ik liever dat het omhoog gaat. Tuurlijk zie ik liever dat er een stijging plaatsvindt, omdat op die manier, ja, wordt natuurlijk mijn vermogen alleen maar meer waard. Maar gaat het omlaag, doet het niet zo heel veel pijn, omdat ik er niet eigen geld in heb hoeven steken. Dus op die manier kan ik dus heel erg risicovrij crypto kopen en kan ik dat gewoon elke dag doen. En kan ik dus elke dag, ja, dollar cost average, ja, hier zo van crypto's kopen. Dus een heel erg interessant verdienmodel om hier zo mee aan de slag te gaan. Nou, op Internet Succesgids op mijn website vertel ik hier zo meer over. Raad je zeker aan even de link in mijn bio of in mijn omschrijving van de video even te bekijken. Aan de slag te gaan met affiliate marketing, aan de slag te gaan met affiliate marketing revolutie. Ja, en hier zo dus, ja, ook elke dag gratis crypto mee te verdienen. Nou, meld je ook even aan via de link in de omschrijving of in de reacties van deze video die ik hierop ga plaatsen. Op die manier maak je kans om extra $150 aan gratis crypto te winnen. Meld jezelf daar zo even via aan. Laat ook even weten in de comments wat je vindt van deze video, wat je denkt wat er gaat gebeuren op het gebied van crypto. Eigenlijk aan de hand daarvan pak ik één keer per week, pak ik daar zo'n winnaar vanuit die van mij $150 aan gratis crypto krijgt. Nou, dus ga daar eens mee aan de slag. Doe dat. En ja, laat zeker even weten wat je vindt van deze video. En dan zie ik je weer in de volgende video.